Studenten van de Hogeschool in Breda die de Creative Business opleiding doen, maken een film. Een van de studenten is Kim Elst uit Sint-Oederode. Zij heeft haar huis opengesteld voor de opnames. Dus de hele filmcrew trok mee naar Rooi, waar het huis en het centrum van het dorp werden veranderd in een filmset. Omroep Meijerij mocht over de schouders van de studenten meekijken om te zien hoe zij de film Blood on the Line maakten. Het is een bestaand verhaal dat de studenten helemaal naar eigen inzicht hebben herschreven. Het is een heftig, eigen tijdsverhaal dat aansluit op de wereld van jongeren. Die film gaat over een jongen die verslaafd is aan drugs. En hij heeft ook een ziek zusje die dus ook medicijnen nodig heeft. En de film gaat dus eigenlijk over de goede kant wat medicijnen kunnen bieden en de slechte kant. En ook wat dat doet met hun familie. Connectie, hun relatie als broer en zus zijnde. Dus vandaag is de eerste dag. Wel heel spannend, maar we hebben er allemaal heel veel zin in. Mensen die naar een film kijken zien alleen het eindresultaat. Daar komt nog heel veel voor kijken en dat moet allemaal buiten de echte opnames worden besproken. Daar mochten we bij zijn. If you put on a bell on your arm, just put it a little bit more into the light so you can see it. It's on your, yeah. De studenten van de Hogeschool in Breda, ook wel Breda University genoemd, komen uit de hele wereld om daar creatieve vakken te leren. De film maken is één van de vele opdrachten. De studenten zijn er het hele semester mee bezig. Yes, scene 2, Noah walking down the stairs, take 2, action. Scene 2, Noah walking down the stairs, take 3, action. Dag 1 ging beter dan verwacht. We vonden het een beetje spannend, want we waren dus benieuwd hoe het ging lopen met of ons script wel soepel zou lopen en of onze acteurs hoe onze acteurs zouden doen, want we hadden ze nog nooit zeg maar zien spelen. Start like okay, so you are your breath starts picking up, you start pacing around, you slam the hand palm into the wall. You take the oxy out of your pocket. We hebben echt de afgelopen weken alleen maar voorbereidingen gedaan. Heel veel dingen geschreven en voorbereidingen inderdaad voor het verhaal en hoe alles in elkaar steekt. En vandaag is dan de kans dat we al die voorbereidingen mogen toepassen. Ondanks alle voorbereidingen blijft zo'n opname natuurlijk spannend. Maar geluidsman Luc heeft er vertrouwen in. Ja, spannend de allereerste keer, maar het moet wel goed komen. De audio is iets waar ik op school op geoefend ben, dus het is vandaag de dag om het te bewijzen. Dus spannend, maar moet goed komen. De docent was positief tevreden over ons script en het is een beetje een spannende drama-thriller die we hier gaan filmen. Dus, precies onze doelgroep qua leeftijd. Dus benieuwd hoeveel bereik we ermee gaan pakken. Noah answering his phone, take 1, action. What's up, Eve? I'm on my way. Amy de Graaf is de producer van de film. Dat is de regelneef van de club. Zij heeft bijvoorbeeld alle acteurs geregeld en is op de set om de acteurs te ondersteunen. Ze heeft er alle vertrouwen in dat die goed werk leveren. Ik heb er volledig vertrouwen in, want ze hebben ook meerdere video's ingestuurd en meerdere audities gedaan. Dus wij weten zeker dat deze acteurs ons verhaal goed kunnen uitbeelden. Eenmaal met de drugsverslaving en dat soort dingen is heel moeilijk. Maar ik heb vertrouwen in dat onze acteurs dat wel kunnen. Scene 1, take 1, action. Jullie hebben wel een heel moeilijk onderwerp gekozen. Hè? Ja, dat hebben we wel bewust gedaan, want we wouden wel een beetje iets meer een heftig thema. Want we dachten dat we daar wel een mooie documentaire, dat we daar wel mooie shots en mooi licht en zo mee bij konden maken. En dat hebben we ook best wel goed gedaan als ik zo de filmpjes terugkijk. Dus dat was echt wel goed gegaan. De film Blood on the Line is een heftig onderwerp over een broer en zus. De zus heeft leukemie en de broer is verslaafd aan drugs. En dat is zware kost. De zusje heeft leukemie. En broertje heeft een ernstige verslaving. Hoe is dat?
Nou, de zusje is inderdaad ziek, ze heeft leukemie en de broer is echt heel verslaafd. Hij snuift en op een gegeven moment is er drugs op, dus wil hij drugs gaan halen. Maar hij heeft niet genoeg geld, want ze wonen alleen, hij heeft geen werk. Hij is gewoon echt heel verslaafd. En ondertussen haalt hij de medicijnen voor zijn ernstig zieke zusje op en bedenkt hij van, oh, ik ga haar drugs nemen. Want hij, hij is zo verslaafd dat hij zeg maar echt de drugs van zijn zusje wil gebruiken om toch dat gevoel te houden. Dus dat brengt een heleboel met zich mee? Ja, dat brengt een heleboel met zich mee. Hij neemt zeg maar de drugs om zeg maar goed te voelen. Dus eigenlijk neemt hij de drugs van haar om zichzelf te vermoorden, terwijl zij de drugs neemt om zichzelf in leven te houden. Waardoor hij eigenlijk haar leven soort van wegneemt. Het werk van een cameravrouw is spannend. Vooral als je de eerste keer een camera in je handen hebt. Heel spannend. Allereerste keer dat ik een camera vast heb. Nou, eerdere schoolopdracht heb ik het heel even gedaan, maar niet heel lang. Dus het is nog even puzzelen hoe en wat. Maar ik heb best wel veel voorzorg gedaan. Dus ik denk dat het wel goed komt. Heb je nooit zo met telefoon filmpjes gemaakt? Ja, dat wel. Maar dat is toch anders. Dat is toch anders. Je hebt hier veel meer functies, veel meer dingen. Ook veel meer verantwoordelijkheid. En dit is je eigen telefoon. Het is toch een camera van school. Iets duurder. Dus het is toch even wat anders dan gewoon een telefoon in je handen hebben. Op elke set worden foutjes gemaakt. YouTube staat vol met regiefoutjes en bloopers. Zelfs de grootste regisseurs komen er pas bij het terugkijken van de opnames achter dat er iets in beeld is gekomen dat er niet in hoort. Bij de studenten van Breda University is dat niet anders. Oké, we're all in the mirror. We zijn wel een paar keer, toen we onze filmpjes hebben teruggekeken, zijn we achtergekomen dat we met de set zelf een paar foutjes hadden gemaakt. Bijvoorbeeld tijdens het filmen in deze andere kamer zit er een spiegel. En dan zag je onze director Lara net in het hoekje zitten, zeg maar. Dus dat was even een foutje die we dan na het filmen pas achter zijn gekomen. Ja, want ik heb het gevoel dat je nou 5, misschien wel 6 uur film meebrengt. Ja, inderdaad. Dat wordt leuk voor onze editors. Gelukkig ben ik dat niet, dus dat scheelt enorm. Maar dat is echt heel veel uitzoeken, alles opnieuw kijken en knippen en plakken. En ja, dat wordt nog een hele uitdaging. Gebruik zo min mogelijk tekst en zoveel mogelijk visualisatie. Ja, en natuurlijk, we hebben wel een heel heftig onderwerp gepakt. Maar dat maakt het ook wel weer interessant om van beide kanten te leren. Hoe kan je daar het beste mee omgaan? Hoe kan je het beste op film brengen? En ik denk dat we daar wel geslaagd zijn. Zaten er nog meer foefjes in? Ik wilde van die kleurenfilters kopen, maar ik was te laat met bestellen. Dus ik had heel lief van mijn moeder gevraagd, die werkte op de basisschool en die had van een soort creppapier. Dus op een gegeven moment hadden we van het creppapier op de lampen geplakt, waardoor we meer blauwig licht kregen. Waardoor de kleuren van de scènes iets mooier eruit kwamen. Ik vind het echt heel leuk. Ik ben al een beetje geld apart aan het leggen, want ik wil eigenlijk mijn eigen camera wel kopen. Ik was ook al van plan om de kleurfilters gewoon voor mezelf te halen, om gewoon een beetje te oefenen. Ik vond het echt heel leuk. Ik heb wel een beetje mijn passie erin gevonden, ook gewoon met fotografie. En ook de lichten heb ik ontdekt. Ik vond het helemaal leuk. Minstens zo belangrijk als de film is het promotiemateriaal. Een sterke poster moet mensen naar de vertoning lokken. We zijn nog niet helemaal uit welke afbeelding we gaan gebruiken. Want je wil natuurlijk wel de broers en zus dynamiek zien. Maar niet dat het lijkt op een liefdesverhaal. Kijk, en ik had al deze gemaakt als soort van een voorbeeld. Maar die leek dan weer iets te veel op een horrorverhaal. Ook omdat Blood Online in het rood staat. En het is net iets te donker, dus ik moet eigenlijk gewoon zorgen dat het iets lichter wordt. De kleuren anders. En nu moet ik ook nog van deze afbeelding ook een voorbeeld maken, zodat we twee keuzes hebben, zodat we in ieder geval kunnen kiezen welke we beter vinden. Het was 2 dagen keihard werken voor de studenten. Ze zijn tevreden. We hebben natuurlijk het eindresultaat nog niet gezien. Maar ik ben heel erg blij met hoe het gegaan is. En we hebben alles kunnen doen wat we wilden doen. Dus dat is in ieder geval heel fijn. En ja, nu nog wachten op het editen natuurlijk voor het eindresultaat. Maar het ziet er wel veelbelovend uit. Tessia, 2 hele drukke dagen. Camera. Hoe ging het? Ja, nou, het was eerst heel erg inkomen. Ik moest heel erg kijken waar alle knopjes zaten. Met die tripod allemaal werken. Maar het ging eigenlijk steeds beter. Met de dag mee, met de dagen mee. Het ging steeds beter. Ik kon mijn draai erin vinden. Het was echt superleuk. Je hebt ook heel veel met kleur gewerkt, dacht ik, hè? Ja, klopt. Heel veel met kleur gewerkt. We wilden de scènes waar Sky in speelde, wilden we iets meer blauwig. Iets meer zo dat hij zich afsloot van de rest van de wereld. Terwijl we de scènes van Evie meer gelig wilden maken. Zodat het een soort van contrast was, zeg maar. Dus daar hebben we heel veel meer gespeeld met de white balance. Action. Noah? Can you get me my medicine, please? Hey,
we hebben de grote lijnen van het script echt wel gevolgd. En we hebben van tevoren ook een hele shotlist moeten maken met verschillende hoeken en angles en movements. Dus daar hebben we echt wel veel aan gehouden. Maar natuurlijk kom je op de dag zelf nog echt achter van, oh, misschien is dit beter. En zeker op het laatste hadden we nog heel veel shots waarvan we dachten van, ja, zijn ze echt nodig? Omdat we weten dat we al heel veel materiaal hebben. Dus met name daarbij hebben we nog heel veel keuzes gemaakt om dingen niet te filmen. Omdat het gewoon simpelweg overbodig was of niet nodig. En dan is het moment er dat onze eigen filmploeg te zien kreeg wat de studenten ervan gemaakt hebben. What's up, Eve? Did you pick up my prescription? Yeah, I'm on my way. You're late. What the fuck? What a greedy industry. They don't even fill it up all the way anymore. Did you take them? No, I didn't. Why would you... Why would you even think that? You know, I've been slow lately, but I'm not stupid, Noah. I can see you're using again. We're not having this conversation again. I think we should, otherwise you're gonna end up killing us both. It's none of your business. I think it kind of is my business. You know, you're taking away the one thing that's barely keeping me alive to kill yourself. I mean, come on, put yourself together, Noah! Don't walk away from me! It's not your business!
Evie, I know I've let you down countless times. I'm so sorry for every time I let you down, for every moment I wasn't there when you needed me most. I signed up for rehab, so I'm going to be gone for a while. I know it will take some time, but I hope you can find it in you to forgive me someday. I love you, Evie.